Goeiedag, Frank Deuring hier van de Foute Fabriek. Vandaag een nieuwe aflevering van de Boekenclub. In het kort, de Boekenclub. Ik heb ontzettend veel boeken gelezen over waarom fouten nou zo ontzettend fantastisch zijn. En daarom hebben we besloten om af en toe een aflevering te maken met waar ik een boek bespreek wat ontzettend leuk is om te lezen en waar je ontzettend veel uit kan halen. Vandaag, Fouten maken moed. Zeker weten. Dat is een heel mooi boek. En waarom raad ik het aan om te kopen? Nummer 1. De auteur Remco van der Drift. Ontzettend toffe vent. Ik heb hem 1 keer ontmoet. Hij heeft dezelfde missie als ik. Namelijk dat we positief in Nederland naar fouten gaan kijken. Nou, hij heeft dezelfde missie. Dus alleen daarom al moet je hem denk ik steunen. Want het is natuurlijk een fantastische missie. En dan hebben we natuurlijk nog het boek zelf. Dit boek staat zeker in mijn top 3 van alle boeken die ik gelezen heb als het gaat om fouten maken. Waarom? Het is een heel mooi overzicht van eigenlijk alles wat er komt kijken als je het hebt over leren van fouten. Je hebt bijvoorbeeld de mindsets, hè? De groeimindset en de vaste mindset, waar ik het verleden week over had. Dat is even snel spieken. Deze unit. Mindsets. Die kun je natuurlijk helemaal lezen. Maar, kijk, hoppakee, dit zijn maar liefst 270 bladzijden. En wij leven in de maatschappij waar natuurlijk alles snel moet. En dan ga je veel fouten maken. En dan bel je mij en dan ga ik je helpen. Tuurlijk. Maar je kan ook gewoon dit boek lezen. Want hier wordt het in één hoofdstuk heel kort en krachtig uitgelegd wat het precies is. Daar is het nog een groot voordeel van dit boek. Namelijk, het is ontzettend kort en duidelijk geschreven allemaal. Het zijn korte alinea's, korte stukjes, helder uitgelegd met goede voorbeelden. Dus stel je bent een manager van een team of je werkt in een team, dan zou ik zeker dit boek lezen. Want daar is dit boek ook voor geschreven. Kijk, je kan natuurlijk al die boeken lezen die ik ook heb gelezen, maar dan ben je echt heel lang bezig. Dus het is veel handiger als je een kort overzichtsboek hebt waarin de belangrijkste dingen staan. Nou, dan moet je dus deze unit hebben. Mindsets stond er dus in, waar ik het over had. Maar ook bijvoorbeeld het werk van Brené Brown. De kracht van kwetsbaarheid. Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Of jezelf kwetsbaar opstellen. Durven toegeven dat je een fout hebt gemaakt of je onzekerheden toegeven. Daardoor krijg je betere relaties. Kan je ook wederom het hele boek gaan lezen, maar je kan ook gewoon dit boek lezen, want hier staat het heel kort en krachtig in vermeld. Nou, dit boek dus, ik zou zeker gaan lezen over jullie. Mindset staat erin, perfectionisme, faalangst, het omdenken. Dus niet van ik heb een probleem en ja maar kijken naar het probleem van ik heb een probleem en ja en. Hè, wat kan ik eruit halen, wat kan ik hiervan leren? Dus het boek. Fout maken moet van mijn collega Remco van der Drift. Ik vergeet iets. Games, er staan spelletjes in om te oefenen hoe je zeg maar positief met fouten om kan gaan. Dat is wat ik zelf eigenlijk ook doe in mijn workshops. Ik gebruik al die hele mooie boeken en theorieën als background zeg maar, als rug van de training. Maar daarnaast moet je natuurlijk spelen en plezier maken. En daarvoor heb je heel veel leuke games uit de theatersport. Nou, hij beschrijft ze super helder. Dus ben jij een manager van een team en heb je een keer een bijeenkomst? Lees dit boek. Deel die kennis met je team. Ga gewoon lekker spelen met een van die games. En dan ervaar je zelf, door zo'n game te doen, hoe relaxed het eigenlijk werken is als je fouten maken als dat mag. Of in dit geval als het zelfs moet. Dat dus, de Boekenclub. Volgende week weer een nieuwe editie. En voor nu wens ik je ontzettend veel faalplezier de komende dagen, weken. Ga lekker op je bek. Maak veel fouten, want daar groei je ontzettend veel van. En dat is natuurlijk hartstikke tof. Ciao.